Deze week bij Gesprekniveau het eerlijkste Kamerlid Louis Bontes van VNL. Dag Louis. Dag Jan, goedemiddag. Ga lekker zitten. Dankjewel. Louis Bontes, het is vandaag Bevrijdingsdag. Nou ja, in de Tweede Wereldoorlog hebben we militair geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Kunnen we dat eigenlijk vandaag de dag wel? Dat kunnen we nog steeds niet. We hebben echt Defensie kapot bezuinigd. We hebben het echt kapot gemaakt. Er is een gebrek aan alles. Een gebrek aan straaljagers. Een gebrek aan fregatten, mijnenjagers, aan tanks, aan alles. Aan alles is het tekort. Ja, alles is weggehaald, want de heren, nou eigenlijk de jongens en meisjes in de Tweede Kamer, ja, die hoopt op wereldvrede. En dat bereik je als je het leger weghaalt. Ja, gebroken geweertje mentaliteit, met name bij de linkse partijen natuurlijk. En je ziet wat er gebeurt. Je slaat geen deuk meer in een pakje boter. Je ziet, we komen overal in de problemen. In Syrië kunnen we niet bombarderen, omdat er geen satellietcommunicatie aanwezig is. Onze militairen moeten tijdens oefeningen moeten ze pang-pang zeggen, omdat er geen oefenmunitie is. Het is echt diep triest. Echt diep triest. Nu zie je dat we na heel veel gehannes in de Tweede Kamer zouden mogen bombarderen boven Syrië. Maar wat je al zegt, onze F-16's, ja, dat zijn gewoon een paar oude rammelbakken. Die kunnen eigenlijk helemaal niet eens meedoen. We staan toch gewoon weer voor gek. We staan voor gek en ja, deze discussie die heeft bijna een jaar geduurd, hè? Met Partij van de Arbeid en VVD. Van ja, kunnen we het wel doen, want ja, Syrië is toch een gevaarlijk doelwit. En dan krijg je allerlei, als Tweede Kamerlid, allerlei briefings, technische briefings waarin gezegd wordt van nee, we kunnen het en het komt allemaal voor elkaar. En dan is eigenlijk die kogel door de kerk. En dan blijkt dat het niet kan lukken, omdat het gewoon, dat je gewoon niet de goede middelen hebt. Dat je geen satellietcommunicatie hebt. Het is schandalig. Je staat voor gek bij andere landen. Nou, die kogel door de kerk, dat kan nog net wel. Want we hebben misschien nog net één kogel, maar voor de rest... Als het mee zit, maar daar twijfel ik zelfs nog aan. Je vraagt je een beetje af hoe het komt dat wij F-16's hebben die dus niet functioneren. Ja. Want je hoort mevrouw Hennis, tegenwoordig heeft het over de F-35, maar... Dat komt omdat de JSF niet meer zo lekker klinkt. JSF klinkt niet lekker. Die zouden moeten komen. Maar als die er nog niet zijn, dan moeten we toch wel een goede F-16's hebben? Ja, tuurlijk. Die moeten gemoderniseerd worden. Kennelijk hebben ze die investering niet willen doen met die satellietcommunicatie. Een hele slechte zaak. Je ziet nu wat er van komt. Je bent niet slagvaardig. Nu hebben we een afspraak gemaakt met de NAVO dat we aan de 2%-norm dienen te voldoen. Dat betekent dat 2% van het bruto nationaal product moet geïnvesteerd worden in defensie. Maar dat doen we helemaal niet. Nee, we zitten bij lange na niet aan die 2% van ons bruto nationaal product. Daar moet 5 miljard bij, minstens 5 miljard wil je daar wel aankomen. En VNL, voor Nederland, pleit daar keihard voor. We strijden daar keihard voor. Er moet gewoon aan die NAVO-norm voldaan worden. We zijn een soeverein land, we moeten gewoon een sterke defensie, een sterke krijgsmacht hebben. Als bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. Dat is ook een percentage waar je aan moet voldoen. Als daar niet aan voldaan wordt, dan staat de regering en de hele Tweede Kamer staat op de achterste benen van schande, we voldoen er niet aan. Wordt alles op alles gezet om daar wel aan te voldoen. Daar waar het gaat om militaire afspraken, NAVO-afspraken, zeggen we ja, doe gewoon maar 5, 6 miljard minder. Dat is toch onbestaanbaar? Wat zijn we voor een land geworden wat dat betreft? We hebben natuurlijk altijd geleund op de Amerikanen, met de Amerikaanse atoomparaplu. En wij hebben gedacht van ja, joh, als we niet meer investeren in defensie, dan komt er ook geen oorlog. En als er oorlog komt, dan komen de Jenkins ons wel weer helpen. Ja, maar de Amerikanen, Trump voorop, hè, die hebben al gezegd van dat gaan we niet meer doen. Die landen moeten gewoon, dus ook Nederland, moet gewoon doen aan zijn verplichting. Moet gewoon voldoen aan die NAVO-norm. En anders bekijken ze het maar. Dus die tijd die gaat echt wel veranderen. Je moet zelf, moet je je eigen broek op kunnen houden. Je kunt niet meer free riders gedrag vertonen, hè, want dat is in feite wat er nu gebeurt. Je moet voldoen aan die norm en de Amerikanen die gaan hun handen ervan aftrekken. Dat garandeer ik je. Het is de kerntaak van de overheid om de veiligheid van de burgers te bezorgen. Daar voldoen ze dus niet aan. Wat zegt dat eigenlijk dan over de overheid? Als ze zeggen van, ja, de kerntaak, laat maar lekker hangen. Ja, dit is toch een van de belangrijkste redenen waarom je belasting betaalt. Hè? Dat is, de veiligheid moet gegarandeerd worden. En dat kan de overheid niet. Defensie kan niet eens voldoen aan zijn grondwettelijke taak. Dat staat ook in de grondwet, hè, dat Defensie het leger de taak heeft om het grondgebied en de burgers te kunnen beschermen. Daar kunnen ze niet meer aan voldoen. Dat is aangetoond. Dus dat betekent ja, dat eigenlijk de overheid, de regering, de grondwet niet eens meer serieus neemt wat dat betreft. Dus we zijn echt afgegleden. De regering is afgegleden. En ja, ze proberen ermee weg te komen. Maar op een gegeven moment houdt het op. En we moeten nu echt gaan investeren in die defensie. Nou, vandaag heeft iedereen de mond vol over vrijheid. 5 mei.
Is die vrijheid eigenlijk nog wel zo vanzelfsprekend als je al zegt van ja, de vrijheid, de veiligheid wordt helemaal niet eens meer gegarandeerd? Nee, die is niet meer vanzelfsprekend. Ronald Reagan zei altijd vrede door kracht. Maar als de kracht weg is, is er dus ook geen vrede. Hè? Dat waren wijze woorden van Reagan. En ja, vrede door kracht gaat niet meer op, want we hebben geen kracht. We zijn een slap land geworden. We slaan geen deuk meer in een pakje boter wat dat betreft. Dus ja, wat dat betreft is dat gewoon een helle vlak aan het worden. Nu is het ook zo dat, dat hoor je vaak bij economen, je hebt voor een goede economie ook een goede defensie nodig. Dus stel dat je gelooft in wereldvrede, stel dat je gelooft dat niemand meer ooit ons kwaad gaat doen, dan toch moet je een goede defensie hebben. Waar zit dat idee? Ja, dat idee is er kennelijk niet. En dat vind ik echt heel bijzonder. Ik vind het onbegrijpelijk, want we zijn een handelsnatie. We hebben een enorm grote handelsvloot, die moet beschermd worden. We hebben belangen in het buitenland. We zijn in oorlog met IS. Maar denk ook aan cybercriminaliteit. Hè. Er zijn ook andere landen die via hun defensieindustrie proberen natuurlijk al onze geheimen tot zich te nemen, hè, van ons te pikken. Nou, daar moet je dus ook rekening mee houden. Dat is ook defensie, dat is ook veiligheid. Dat betekent gewoon ook dat je die cybersecurity enorm moet versterken. En daar geldt ook een taak voor defensie. Dan heb je Mark Rutte. Ja. Een klein keffertje. Ja, een klein keffertje, ja. Slaat ook een duik in een pakje boter. Maar goed, je ziet dat de meeste partijen, vooral linkse partijen, zeggen van, nou, defensie, dat was van vroeger, want er komt geen oorlog meer. Jullie zeggen bij VNL, luister, we brengen het gewoon weer terug naar die 2%-norm en we investeren 5 miljard per jaar. Wat gaat er gebeuren met die 5 miljard? 5 miljard, sowieso extra marechaussées. Want dat is een machtig wapen. Hè. Je moet denken aan terreurbestrijding, aan beveiliging van allerlei gebouwen, drukke straten, drukke pleinen tegen terreur. Denk ook aan de luchthaven natuurlijk. Dus er moeten meer marechaussées voor komen. Maar er is verder een gebrek aan alles. Er moeten meer straaljagers komen. Er moeten meer mijnenjagers komen, meer fregatten. Onze hele vloot is aan vervanging toe. Die moet binnen 10 jaar vervangen worden. Ja, we waren ooit een maritiem land, geloof ik. We waren een maritiem land met grote handelsbelangen op zee. Dus wat dat betreft moet ook die hele vloot versterkt worden. Dus daar gaat ook die 5 miljard structureel per jaar naartoe. Maar denk ook aan tanks bijvoorbeeld. Denk aan cybersecurity. We hebben onze tanks verkocht. En nu met een beetje een leenconstructie van de Duitsers lenen we een paar tanks. Maar dat is allemaal niks. Dat moeten we echt allemaal zelf hebben. En wat we ook moeten hebben is gewoon een vliegkampschip. Een vliegtuigschip als kers op de taart. Hoe zie je dat? Nou ja, bijvoorbeeld neem de Spanjaarden. Sociaal-economisch toch niet het sterkste land van de EU. Hè, met problemen genoeg, maar die hebben wel een prachtig vliegdekschip of een vliegkampschip. En dat is ook goed in deze tijd. Hè, want we zijn in oorlog met IS. Bijvoorbeeld IS nestelt zich in Libië. Nou, dan moet je daar heel snel met een vliegdekschip naartoe kunnen om daar gewoon de strijd te gaan voeren. Dat kunnen we nu niet. En met zo'n vliegkampschip, ja, dan gaat dat natuurlijk allemaal uitstekend. Nou, de Spanjaarden hebben de Juan Carlos. Nou, dat is een schitterend vliegkampschip. Heeft iets van 500-600 miljoen gekost. Dus veel geld, maar het is dus betaalbaar. Miljard, neem ik aan. Nee. 5-6 miljoen? 500-600 miljoen. Oh, jezus. Nee, geen 5-6 miljard, want dan zou het hele budget op zijn. Dan zou je wel een enorm vliegdekschip hebben. Nee, dat is ook weer niet nodig. De Spanjaarden hebben de Juan Carlos. Hoe gaat die van ons heten? Willy? Ja, zoiets. Nou, misschien wel de Karel Doorman 2. Hè? Want deze Karel Doorman die is uit de vaart. Hè? Want dat is ook nog een probleem. We hebben een Karel Doorman. Net nieuw, hè? Die is net nieuw. En er zijn mega problemen ook met de machines. Het ding is maanden uit de vaart. Dus we hebben al problemen. Dus misschien nog een keer een Karel Doorman. Maar dan een echte die heel robuust en kwalitatief goed is. Je had het net over de marechaussee. Nou ja, ik kom vaak in de Tweede Kamer. Je werkt er zelf. Je ziet die jongens nu tegenwoordig bij de Kamer staan. Dat is al heel wat. Met een pistool. Ik heb ze wel eens gesproken. En die zei, ben je niet bang dat als IS hier een aanval pleegt met hun AK-47... dat je sitting duck bent? Toen zei ze, nou, ten eerste schieten ze door ons kogelvrij vest heen. En met de pistool kunnen we helemaal niks doen. Nou, na de aanslagen in Brussel mochten ze heel even een MP5 hebben. Nou, dat is eigenlijk gewoon een automatisch pistool. Dat is nog steeds 9 mm. Ja. En daar mochten ze toen mee staan. En die zijn nu ook alweer weg, want dat schijnt iets te agressief te zijn. En lopen die jongens met een geweer in een tas rond. Ja, nou, ja. Het is wel handig als je dan aangevallen wordt en je zegt, Mohammed, wacht heel even, ik moet even mijn mitrailleur uit de tas ritsen. Ja. Wat is dat voor beleid? Ja, dat is het enorme softe beleid, met name door Van Aartsen, de burgemeester van Den Haag, die heeft gezegd van ja, past niet in het straatbeeld, ik wil dat niet.
Ik heb mezelf keihard gemaakt dat die Marechaussee toch een tijdje de MP5 kon dragen. Ik heb daar een motie over ingediend. Ik heb een Kamervraag over gesteld. Gelukkig mochten ze dat een tijdje wel dragen. Maar het is toch gek dat dat opeens is opgelost? Ik bedoel, het probleem met IS is toch niet opgelost? Nou, natuurlijk niet. Die dreiging is minstens net zo groot. Minstens. En ja, dan ligt het aan zo'n burgemeester, zo'n softe burgemeester als Van Aartsen, die zegt van ja, dat past niet in mijn straatbeeld. Maar het past wel in het straatbeeld toen de IS-sympathisanten dood aan de Joden aan het gillen waren op straat, want dat vond hij prima. Ja, dan treedt hij niet op. Dat is walgelijk om te zien, maar ja, het gebeurt. Maar de Tweede Kamer wordt dus zelfs niet goed beveiligd? Nee, maar het gaat natuurlijk ook om het gebied eromheen, hè, want je hebt ook het plein met veel toerisme, met veel terrasjes, dus... Je kunt het ook breder trekken, maar het gaat met name dan ook om het Tweede Kamergebouw. Wordt niet goed beveiligd, omdat we te angstig zijn om Marechaussee met een pistoolmitrailleur op straat te zetten. Maar datzelfde geldt voor Amsterdam. Amsterdam moest een eenheid bewaken en beveiligen oprichten, ook een soort antiterreureenheid. Dat is ook nooit van de grond gekomen, omdat ze die ook niet met dat soort wapens wilden laten trainen en op straat neer wilden zetten. Dus Amsterdam heeft eigenlijk achter de feiten aangelopen met zijn antiterreureenheid, omdat zij dat ook niet in het straatbeeld vinden passen. Dus dat hele idee van, ja, het past niet in het straatbeeld, dat is een teken van softheid, van slapheid. Dat manifesteert het eigenlijk. Ja, maar je zou zeggen dat onthoofdingen en bomaanslagen ook niet echt in het straatbeeld passen. Maar daar doet de tegenpartij dan niet echt veel aan. Dus ik zou zeggen, vol gas. Nou, we hebben te maken met een genadeloze... tegenpartij die echt over letterlijk en figuurlijk natuurlijk over lijken gaat en over hoofden gaat. En dan ga je met zo'n houding ga je dat proberen tegen te houden. Ja, wij moeten wat dat betreft we moeten van duiven haviken worden, we moeten scherp zijn en we moeten niet politiek correct zijn met het past niet in een straatbeeld en het komt zo agressief over. Het is echt pure onzin. Maar dat is toch ook heel vreemd, hè? dat je zelf zegt, dat heeft de minister-president zelfs gezegd, we zijn in oorlog. Alleen dan mogen we niet met wapens rondlopen. Dat is toch schizofreen? Dat is ontzettend, ontzettend vreemd. Het is ook niet uit te leggen. Andere landen, als je dit in Israël of aan Israël zou vertellen of aan de VS, die moeten daarom lachen. Die denken, wat is dat voor een gek land? Wat is dat voor een gek beleid? Maar ja, aan de andere kant, zij komen ermee weg. Wij strijden er iedere dag voor. Iedere dag zijn we bezig om dat soort gekkigheid eruit te krijgen. Van, hè, wees robuust. Geef ze de wapens die ze nodig hebben, geef ze de middelen die ze nodig hebben. Maar ja, het is ontzettend moeilijk om daar door die politieke correctheid om daar doorheen te breken. Nu vraag je je af, hè, dat die aanslag in Nederland komt er. Ik bedoel, het is niet vragen of hij er komt, maar wanneer hij komt. Hoe zullen ze dan reageren? Als dus blijkt dat het een showtje is geweest met de geheime dienst, als de defensie niet op orde is, als bijvoorbeeld die antiterreureenheden niet met wapens mogen rondlopen, zullen ze dan zeggen van we hebben een foutje gemaakt of denk je dat ze nog steeds in een sprookje geloven? Nou, vaak is het dan zo, dan gillen ze moord en brand. Hè? Nee, we moeten nu dit gaan doen en we moeten dat gaan doen en meer bewapening en meer Marechaussee en meer speciale eenheden dan. Maar er moet eerst een paar honderd Nederlanders dood. Er moet eerst wat gebeuren. Wil men in Nederland de Nederlandse regering wakker worden? Maar dat is toch een gevaar? De overheid is dan toch een gevaar? In feite wel. In feite maakt Rutte 2 Nederland onveiliger wat dat betreft. En hoe moet je daar dan als volk op reageren? Nou ja, goed, je moet je boosheid kenbaar maken. En de afstraffing kan met de verkiezingen komen natuurlijk. Hè. Men kan zeggen van, wij vertrouwen onze nationale veiligheid niet toe aan dit soort lieden. Maar wordt er dan ook niet tijd dat we ze aan de wapenwet gaan morrelen? Nou ja, goed, dat is een moeilijk punt. Ja, maar goed, moeilijke punten, daarvoor zit je in de Tweede Kamer. Sowieso, wat VNL betreft, kan pepperspray gelegaliseerd worden. Dus dan kan, maar dan doe je zo weinig tegen een AK-47 mee. Dat niet, maar je kunt bijvoorbeeld wel, wat er toen in Keulen is gebeurd, hè, die straatterreur, dat allerlei vrouwen worden lastiggevallen door asielzoekers, kun je nog wel je mee verdedigen. Dus in die zin is dat nog wel oké. Okay. Pepperspray kan. Maar als je het hebt over bewapenen, ja... Destijds werd Brinks-transport overvallen. Dat waren zware overvallen. Ook met automatische wapens, met explosieven. En ik heb er toen voor gepleit om die beveiligers, bewakers van Brinks, om die te bewapenen. Nou ja, ik kreeg geen enkele steun. Moord en brand werd er gegild. Dat kan niet, want het monopolie van geweld ligt bij de politie, niet bij beveiligers. In België zelfs waren Brinks-mensen wel beveiligd of bewapend. Hier kan het niet. Dus het ligt supergevoelig. Wij willen daar ver in gaan. Dat toont dat aan. Ik heb er echt toen keihard voor gepleit. Geef ze een wapen, die beveiligers van Brinks. Is niet gebeurd. Jullie zijn ook voor militaire dienst? Ja. Zoals het vroeger ging?
Nou ja, een periode van 6 maanden. Waarbij er gekozen kan worden tussen ja, een sociale dienstplicht of een gewone dienstplicht. Er worden er veel civiele taken door die dienstplichten uitgevoerd. Dus niet direct uitzenden naar Afghanistan of naar Syrië. Dat is een brug te ver, dat moet je niet doen met die dienstplichtigen. Maar ze kunnen wel heel veel ondersteuning bieden. Capaciteit bieden aan de krijgsmacht, ondersteunende taken doen. En het heeft ook een opvoedkundige werking. Hè? Want nu, ja, gastjes van 16, 17 jaar lopen te vervelen op straat. Kijk nu wat er gebeurt in Ede. Lamlendigheid, straatterreur. Geef ze een keiharde opvoeding van een maand of 6. Geef ze wat mee voor de maatschappij. Leer ze trots te worden op hun land. Trots op defensie, trots op Nederland. Want nu, een groot deel keert zich af van die gastjes van Nederland. Hè. We hebben niet zoveel met de Nederlandse waarden. Maar is het dan verstandig om ze militaire training te geven? Je moet wel van tevoren goed kijken welke zijn echt radicaal of geradicaliseerd. Die moet je niet toelaten. Dus de AIVD en de MIVD krijgen een hele belangrijke rol. Nou, die moeten dan ook meer geld. Dus dat moet toch sowieso gebeuren. Want die zijn bijna opgedoekt. Dat moet toch sowieso gebeuren. Ja, er is zoveel te volgen wat betreft radicalisering. Er zijn zoveel gevaren. Dus die MIVD en AIVD moeten toch meer geld hebben. Dat sowieso. Maar dan moet je die toekomstig dienstplichtigen moet je wel gaan screenen. Maar wat ons betreft zijn de voordelen groter dan de nadelen. Je haalt ze een tijd van straat. Je geeft ze discipline mee. Je geeft ze tucht mee. En je geeft ook het idee van, je doet dit voor Nederland. Je doet het voor je eigen land. En dat normbesef, dat is er lang niet altijd. De vrijheid van meningsuiting staat eigenlijk gewoon ter discussie op het moment. De veiligheid op straat is er niet. De defensie is er niet. Veiligheidsdiensten zijn er bijna niet. De politie mag helemaal niks. Waar zijn we in beland? Ja, wat betreft veiligheid zijn we echt afgegleden. Er wordt nog wel een beetje geschermd door Van der Steur bijvoorbeeld. Hè, van nee, maar het gaat wel goed. Het gaat niet goed. Bijvoorbeeld de oplossingspercentages voor misdrijven is 20%. Van de zaken die wel voor de rechter worden gebracht, wordt ook nog eens een keer 10% van tafel geveegd. Omdat ze niet voldoen aan de normen, aan de eisen. Dus wat dat betreft, misdaad in Nederland loont. Terreur kan zich ontwikkelen in Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Dat doet het zich ook. Dus we zijn wat dat betreft afgegleden. Kijk naar bijvoorbeeld de aanrijdtijden voor de politie op het platteland. Die zijn ontzettend slecht. Het gaat aan alle kanten gaat het niet goed. Politie, maar ook veiligheidsdiensten hebben te maken met verouderde apparatuur. Kunnen het allemaal niet bijbenen. Dus wat dat betreft moeten we heel veel investeren in de totale veiligheid in Nederland. En dan heb je het over 1 miljard voor politie, justitie, 5 miljard voor defensie. En komt het dan wel goed? Geld is niet alles, maar het is wel wat je nodig hebt. Hè? Want met geld kun je mensen aanstellen en kun je middelen aanschaffen. Ja, natuurlijk. Maar is het ook niet tijd dat het idee wordt veranderd? De feminisering van de hele samenleving, dat alles leuk en aardig moet zijn en in een bloemetjesjurk moet kunnen lopen. Misschien moet daar eens een keer wat aan gedaan worden. Ja, dat is ook wel wat ik net zei. Hè? Want de Hollandse kerels, die bestaan er bijna niet meer, optreden. En als ze optreden, worden ze als een gevaarlijke gek bestempeld. Ja, het is politieke correctheid wat heerst bij de politie. Maar je ziet het ook wel bij defensie. Hè. Dan zie je die feminisering die is toegeslagen. Wat ik daarmee wil zeggen, je hebt binnen de politie heb je nog wel steeds haviken. Dat zijn de hardliners, de crimefighters. En die leggen het soms af tegen de duiven. Hè, dat zijn toch die denken van, ja, met preventie en een goed gesprek. En met buurtvaders. En een cursus. En we laten de Asuna moskee, laten we met oud en nieuw patrouilleren in de Schilderswijk. Dan komt het allemaal goed. Dat zijn de duiven. Maar je hebt gegarandeerd ook binnen defensie heb je veel haviken. En veel haviken binnen de politie. Dus dat zijn de lieden die van robuust optreden houden. En die moeten een steuntje in de rug krijgen. En die moeten wij steunen. Die moeten politiek steunen. En daar zijn wij voor. Nou, hopen dat op deze bevrijdingsdag daarnaar geluisterd gaat worden. Dat is te hopen. Dat is te hopen. Louis Bontes van VNL, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.